moeder heette Clara, Clara Zwaap. En mijn vader heette Rafael Montesinos. Mijn vader was een hele mooie man. Als ik die foto zie, echt een mooie man. Hoe oud was hij toen, denkt u? Jong, nog geen 30. Mijn moeder heette Clara Levy en mijn vader heette Richard Kulp. Mijn vader heette Simon en mijn moeder Serlina. Mijn vader heette Jacob en die werd genoemd Jaap. En mijn moeder Lena, nog Leentje. We hebben niets, geen foto, geen brief, niets. Geen kleinigheidje van huis, een kleedje of wat ook. Niets. Net of die mensen er niet hebben bestaan. Het huis niet heeft bestaan. Alles weg. Ja, ik weet heel weinig. Weet u hoe uw ouders heten? Uiteraard. Mijn moeder heette Suze en mijn vader heette Joop Reens. In archieven staat dat mijn vader opgepakt is voor mijn geboorte. En dat hij ook voor mijn geboorte al vermoord is in het concentratiekamp. Mijn moeder en mijn middelste broer zijn één kant uitgegaan. Mijn oudste broer een andere kant, mijn jongste broer ergens anders. En ik ging naar een familie van der Berg. En die wisten natuurlijk niet wie mijn naam was, wat mijn naam was of wat dan ook. Ik wist alleen dat het een Joods kindje was. En die hebben me Carla van der Berg genoemd. Ik ben geloof ik vlak na mijn geboorte op een onderduikadres terechtgekomen. En ik geloof dat ik 2 of 3 adressen heb gehad als baby. 12 maanden eigenlijk. Of 14 maanden, ja. Ik ben 14 maanden oud was ik toen. 4 jaar, denk ik. Nee, dat kan, ja, nog geen 5. Ja. Ik kan me daar helemaal niets van herinneren. En ik, ja, ik zou ook niks kunnen produceren. Mijn ouders weten dat ook niet, want die zijn natuurlijk niet met me mee geweest. Ik sta hier nummer 32. Onbekende Mädchen, Montesinos. Overal staan vraagtekens achter trouwens. Ellie, 12.8.42. Dan krijg je ineens een bewijs in handen. Van zie je wel, er is een heleboel gebeurd. Niemand heeft me ooit iets willen vertellen of heeft me ooit iets verteld. Maar hier heb ik het bewijs. Ik ben op transport geweest. In 44, daar staat mijn naam. Toen opeens zag ik daar een foto van een lijst. En het zegt lijst van onbekende kinderen. En ik dacht, wel, ga ik even kijken of ik iemand van die namen kan herkennen. Want misschien waren ze bij mij in onze jeugdorganisatie Haboniem. Misschien waren die daar leden van Haboniem daar. Dus ik zit te kijken, nummer 1, nummer 2. En dan in één keer stap ik. Want ik zag Carla van den Berg. Thank you.
die lijst is de lijst van, van de kinderen die allemaal in Westerbork in het vondelingenhuis waren. En die toen doorgestuurd werden als een groep van onbekende kinderen. Dat is dus een lijst van ongeveer 50 kinderen, weeskinderen, dus die daar niet waren met hun ouders, alleenstaande kinderen, die geboren waren tussen, laten we zeggen, 37 en 43, waar een heel groot deel dus zijn naam niet van wist überhaupt, zeker geen achternaam. De meeste wisten dus wel hun voornaam, geen achternaam. En die heeft me dus verzameld in het weeshuis en op een gegeven moment doorgestuurd. Mijn naam staat er ook op. Ik denk dat ik een van de weinigen ben waarvan de naam is zoals ik die nog steeds heb en zoals dat mijn oorspronkelijke naam is. Op een of andere manier ben ik onder mijn eigen naam die periode doorgekomen. Het speciaal zijn van die lijst is dat die kinderen eigenlijk, of dat de Duitsers eigenlijk niet precies wisten wat de achtergronden van die kinderen waren. Er zijn natuurlijk veel meer kinderen geweest. En er zijn echt gigantisch veel kinderen ook geweest die, of ze nou jong of oud zijn, ook door datzelfde kamp Westerbork. Zodra we het over de kinderen hebben, schiet u helemaal vol. Ja, maar goed, ik heb er zoveel gesprekken met jou gevoerd, en daar heb ik geen last van. Nee, maar ja, we zitten hier natuurlijk nu ook met al die andere mensen. Ja, ik het al duidelijker voor je. Nee, het probleem is, maar dat heb ik jou wel verteld. Zolang ik dat zelf als een film, naar de film kijk, heb ik geen problemen ermee. Maar als ik er dus induik, dan krijg ik het wel. Maar ik heb het altijd, dat is een soort met mechanisme wat altijd in mij gezeten hebt, omdat... Ja, niet dat ik dat zo doe, maar gewoon, dat is altijd zo geweest. Ik heb me dat altijd geprobeerd als een soort met film laten kijken. En denk een soort met zelfbescherming. Ben ik zelf niet, of heb ik zelf niet meer? Ja, ik weet het niet. Om hard te blijven, laat ik maar zo zeggen. Niet omdat ik het zelf niet doe, ik weet het al zelf, maar ik kan er dan mee omgaan. Ik lag al op bed 's avonds en toen kwamen er twee Duitsers met een NSB'er kwamen er binnen om dus huiszoeking te doen. En ik stond op om te kijken, om te zeggen goeiedag. En toch verlieten ze het huis, want ja, ze hadden uiteraard niets gevonden, geen politieke gevangenen. En toen stonden ze op het punt om het huis te verlaten, toen zei de NSB'er tegen die Duitser... En dat is heel. En de woorden die hij gebruikt heeft. Toen zegt hij tegen die Duitser: hij zegt, zie je niet dat er hier een Abrahamskind is? En toen zei die Duitser: ja, we zoeken alleen maar gevangenen die ontvlucht zijn. We zoeken geen kleine kinderen of geen Joodse kinderen. Interesseert me niet. Maar de NSB was het niet mee eens en ze hebben me toch meegenomen. Ze staat mijn haar te kammen. En terwijl ik mijn hoofd zo buig en naar beneden kijk, zie ik laarzen. Wat ik nooit heb gezien. Maar ik schijnbaar voelde ik iets niet kloppen. Ik trok me weg, ik rende weg. Ik ging naar de buurvrouw, waar van die hoge hekjes. Daar sprong ik overheen. En die buurvrouw in mijn ogen was heel dik. En toen zegt ze, ga in de kast zitten. Want heb je in Holland, ik weet niet of ze dat nog hebben, in de gang, als ze de trap op gaat, heb je tegen de trap aan zo'n hok. Ze zegt, ga in die hok zitten. Ik zeg, nou, dat durf ik niet. Durfde ik niet, want ik was als de dood voor donker. Toen zei ik tegen haar, ik ga wel achter je staan, want je bent zo dik, dat zien ze me toch niet.
En toen hebben ze me bij de haren eruit getrokken. Herinnert u zich iets van Westerbork? Nee. Hoe het daar was? Absoluut niet. Het enige wat ik denk mij te herinneren is dat ik daar mijn 6e verjaardag heb gevierd. En dat dat heel leuk was. En dat is eigenlijk het enige beeld wat me is bijgebleven. Een klas, een lokaal, een kamer. Slingers. Het kan dus heel goed zijn dat dat volledig verbeelding is. Ik kan het me haast niet voorstellen. Nu. Maar dat is wat ik voor me zie. Ik zie een plaats waar wij als kinderen waren wij aan het spelen. En mensen stonden allemaal in rijen. En er werd dan gezegd rechts en links. Nou ja, wij wisten helemaal niet wat. Maar dat, die woorden die blijven bij dat rechts en links. En wij stonden gewoon achter. Om te spelen met een kringetje of een spelletje met de kinderen. Moeder is niet kunnen ontsnappen uit Westerbork. En is afgevoerd naar Sobibor. En daar is zij vermoord. Mijn vader is eind 1942 was die al vermoord. En mijn moeder in juli 43. En dan hebben ze ze voor het peloton gezet. En hebben ze doodgeschoten. En een daarvan was mijn vader. Ik geloof dat ze 3 dagen en 3 nachten in de trein hebben gezeten. En eigenlijk meteen bij aankomst vermoord zijn. De gaskamer in en vermoord. Hebt u herinneringen aan uw ouders? Nee, niet echt. Nee. Het kan best zijn dat dat allemaal achter een ijzeren wand zit. En dat die gewoon dus niet naar boven komen. Die gedachten, die herinneringen. Als ik iemand voor me zie, dan is het gewoon een wit gezicht. Zonder ogen, zonder iets. Gewoon een blad. Ook van mijn ouders. Ik zie helemaal geen... Ik zie een lichaam, ik zie een hoofd, ik zie alles. Maar het gezicht op zichzelf is wit. Herinnert u zich dat u op een gegeven moment verdween uit Westerbork? Nee. Wat ik me wel herinner is het kamp Bergen-Belsen. Maar hoe ik daar dus terecht ben gekomen, dat kan ik dus niet vertellen uit het beeld wat ik had toen ik 6 jaar was. Ik begrijp natuurlijk nu dat we daar met treinen naartoe zijn vervoerd, enzovoort, enzovoort. Want het is natuurlijk een stuk geschiedenis. Maar uit eigen beleving kan ik niet zeggen, ja, toen stapten we in die trein en het duurde zo lang en nee, geen benul. Ik kan me herinneren een treinreis dat we allemaal in een hok zaten. En ja, ik weet niet of dat mijn herinneringen zijn of dat ik... In ieder geval, ik weet dat we de trein uit moesten vluchten. Omdat, of ze waren aan het bombarderen of wat ook. Dat weet ik niet, maar ik weet dat we eruit moesten. En moesten rennen. En ik liep alleen als kind. Niemand die mij bij de hand nam om te zeggen van nee, ga mee. Dus ik rende achter alle mensen aan. Dat is het enige wat ik me kan herinneren. Het was koud.
Ik denk dat het een hele koude winter was. Maar misschien waren we niet zo erg warm gekleed. En op appel staan is natuurlijk geen feestje. En in mijn herinnering duurde dat vaak heel lang. Het enige wat ik me kan herinneren is Liesje. Ik was dik, ik was opgezet. Zij was heel mager en zij kreeg, ik geloof, bijvoeding. En elke keer als zij een stukje brood kreeg, dan ging ik voor te staan en zeg ik, geef me een stukje. En dan draaide zij weer om en dan ging ik met hem mee. Ik geef me een stukje. En ze gaf geen antwoord, maar ze gaf ook niks. En toen heb ik gewacht tot alles op was. En toen ben ik aangevlogen. Ik heb geslagen. Terwijl ze mijn beste vriendin was. Maar omdat ze me geen stukje brood wilde, heb ik vreselijk geslagen. Herinnert u zich iets over... ook maar iets over andere kinderen of verzorgers, wie er... In Bergen-Belsen? Nee, ik herinner me niet. Maar ik heb later gehoord... Een vriendje van ons, van mijn man en mij. Zijn vader was begeleider van mijn transport, ons transport, ons kindertransport, van Bergen-Belsen naar Theresienstadt. Hij heeft het alleen nooit verteld aan mij. Mijn man is natuurlijk nu dood. Die had nu 90 geweest of zo. Daar ben ik achtergekomen, ik denk toen ik een jaar of 30 was. Ik zie ook nog wat dingen voor me daar. Ja, een heel groot huis, heel groot raam. Volgens mij wat een paar etages. En voor het huis was er een hele grote meer. En daar stonden altijd bussen met eten. En als er, ik weet niet wie het waren, wat voor mensen... Mensen uit kamp of wat, weet ik niet. Ik zie het nog zo voor me. Dat die mensen daar stonden, ruzie te maken, elkaar in het water gooiden om bij het eten te komen. En ik kon me niet voorstellen waarom mensen aan elkaar aan het slaan waren. Nog wel oudere mensen aan elkaar aan het slaan waren. Dat ging bij mij maar er gewoon niet in. Wat ik me kan herinneren, dat zijn dus keukengeuren. Soepachtig, waterachtige soep. En iets van, ik weet niet hoe dat heet, knolraap? Nee, meiraap. Iets van groente. Ik had altijd in mijn hoofd stukjes groente, vierkant, met stekeltjes... En dat heette knolletjes. En toevallig las ik van de week in, ik weet niet meer waar, hier ergens, dat er inderdaad op woensdag, geloof ik, werd er in Theresienstadt knolletjessoep werd er gegeten. Een rokerige omgeving. Zoals waren men hier een, laten we het nu maar kampvuur noemen en dit, en dat er toch een zekere rook over de terreinen... aanwezig was. Maar ik kan dat helemaal niet staven. Het is gewoon iets dat in je zit, dat je denkt dat was zo. En een dag dat we zagen dat de Duitsers onder het raam kwamen ze langs met kale koppen, liepen ze zo met hun handen rijen in rijen. En we waren als te dood, want weet je, die laarzen en dat klop op die steen, dan stonden we allemaal te rillen, om elkaar vast te houden. Het kon toch helemaal niet. Ik bedoel, je hebt altijd gelezen overal dat de Duitsers de kinderen eerst wilden afmaken, omdat die dus, dat zou de volgende generatie zijn. Dus die hadden helemaal geen interesse in ons te laten overleven. Dus dat was altijd een grote vraag.
waarom wij helemaal meegesleept werden van een ik van Westerbork naar Bergen-Belsen en dan weer naar Theresienstadt. En dat we zo waarschijnlijk zoveel van ons het overleefd hadden. Ik ben teruggegaan naar Nederland, meegenomen geworden met nog twee jongetjes door de familie Metz ook. En dat was zo tegen eind juni, begin juli. Mijn eerste bewuste herinnering, dat is eigenlijk het vliegtuig waar ik mee uit Theresienstadt kwam. Het woord Theresienstadt is bij mij later pas gaan spelen, maar ik eigenlijk ik heb er gelijk toen ik in Amsterdam terugkwam, heb ik eigenlijk over dat vliegtuig gehad. Dat heeft zo'n gigantisch indruk op mij gemaakt. Ik zag me dan tussen wat kisten en zo in een vliegtuig zitten. Het vliegtuig, maar dat kan ik me ook niet herinneren hoe we aan zijn gekomen, waar we zijn aangekomen. Het enige wat ik zie is mezelf dat we lopen in de Thompsonlaan in Den Haag, in een rood jurkje, met gaatjes en blote voeten. En daar zat men met onbekende kinderen. Logisch is, probeer je onbekende kinderen in ieder geval in die zin bekend te maken wat namen betreft. Op een of andere manier ging dat niet zo gemakkelijk met mij. Of dat kwam tot toch veel van mijn naaste familieleden niet meer. Of dat die allemaal vermoord waren of anderszins door mijn erg jonge leeftijd, waardoor herkenning moeilijk is. Ouders zoeken hun pleegzoontje genaamd Hansje Kulp. Noemt zichzelf Hansje Broeke. Geboren 16/11/41. Vermoedelijk september 44 gered uit Westerbork. Heeft donkere ogen, zwarte krullen en een vriendelijk karakter. Was gekleed in een rood broekje met wit truitje, blauw jasje en een mutsje. Mijn moeder, die dus, God zij gedankt, de oorlog overleefd heeft, die had contact met de familie van den Berg, dus die wist toen dat ik dus opgepakt was. En die had contact met het Rode Kruis en met het Engelse leger. En ze kreeg dus informatie wanneer de transporten terugkwamen, wanneer de mensen terugkwamen. En ze vond mij waarschijnlijk op een lijst van mensen die terugkwamen als Carla van den Berg. Geen mens wist dat ik Gaia Verweer heette. Dat bestond helemaal niet, want ik was opgepakt als Carla van den Berg. En die vond mij terug in Eindhoven, bij Philips, want daar waren wij naartoe gebracht. En ze zei, ze herinnerde me onmiddellijk. Er was absoluut geen kwestie daarvan. Ik was Gaia. Men kon gaan met een foto naar mijn onderduikouders. Is dit het kind dat bij u is ondergedoken geweest? Men kon gaan naar de verzorgers in Bergen-Belsen en in Theresienstadt. Al deze mensen heeft men echt gevraagd, herkennen jullie dit kind als die en die persoon? Ja, hij is het wel. Nee, hij is het niet. Toch doorgaande met het onderzoek, waarbij de tijd ook wat begint te dringen, tot men tot de conclusie kwam, Freddy is identiek aan Benjamin Aandacht. Hebt u zelf twijfels of de identificatie helemaal gelukt is? Het zou best wel goed kunnen zijn gegaan. Maar als je leest, zou geen rechter daar een stuiver voor geven als je daar een zaak mee zou moeten winnen. Hoe zag ik eruit toen je mij voor het eerst zag? Ten eerste dacht ik dat het de jongste zoon was, want ik wist niet dat je zo klein was. Ten tweede had jij x-benen en je praatte heel moeilijk, of bijna niet. En wat je zei, dat waren een paar brokken Duits en Nederlands samen. En voor de rest was je, ja, je was een beetje, hoe zal ik het zeggen, timide of je hebt. Ik wist ook niet wie je was. Nee, dus, ik was natuurlijk vreemd voor je. Ja, jij was ook een beetje vreemd voor mij, moet ik je eerlijk zeggen.
Want ik had verwacht dat pa in ieder geval met twee kinderen komt. En er was er maar eentje, dus dat was al een domper. En ten tweede dacht ik dat je groter was en ouder. En dat, maar ja, goed, want ik denk dat het 2,5 jaar... Nee, het was niet 2,5 jaar later. Je was 13 maanden toen je wegging en je was... 3 jaar. Toen ze mij terugvond, sprak ik niet meer. Ik wilde helemaal niet meer praten. Ik had het verloren of ik weigerde. Dat weet ik niet, want ze heeft het een vriendin van mij verteld. Maar niet aan mij verteld. Hoe oud was u toen u terugkwam in Eindhoven? Ik was 3,5, bijna 4. Heel blij ben ik te weten dat Hansje nu eindelijk een thuis heeft gevonden en niet meer rondzwerft. Hij heeft al zoveel tantes en moeders tussen aanhalingstekens gehad en was altijd zo ongelukkig als hij weer afscheid moest nemen. Mijn pleegmoeder woonde op Driehoog en die kon kijken in de klas van de kleuterschool en daar zat ik in. Dus speelkwartier, dan was het alleen maar zwaaien naar mijn pleegmoeder. En ja, spelen deed ik niet. Ik stond alleen maar te zwaaien en wist dat mijn pleegmoeder daar was. Ik denk dat het heel vertrouwd was en heel prettig. Identiteit werd vastgelegd van mij. Van daaruit kon men ook traceren dat ik nog een zuster had die in leven was en die in Friesland woonde, bij de familie Heima in Hellaert. Dat gaf natuurlijk enige verwikkelingen. Familie Sandkroos had een beetje een besluit genomen. Benny willen wij als pleegkind, als pleegzoon, bij ons houden. De familie Heima, die zegt, Marianne gaat hier onder geen enkel beding weg. Ja, maar de familie Sandkroos zegt, en de kinderen mooi bij elkaar, maar dan bij ons. Daar is enige strijd om geweest, of een langdurige strijd. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat ondanks het negatieve rapport en een negatieve, en zelfs tot een bevel, tot uithuiszetting, de familie Heimer, laat het mij maar zo zeggen, deze strijd heeft gewonnen. Ze hebben eerst geprobeerd om mij te adopteren, maar dat ging dus niet, want de wet liet dat over het algemeen niet toe. En mevrouw Bornas die wilde mij graag houden, maar mocht dat dus niet. En dat mocht van de Tsjechische regering, maar Holland vond het niet goed, omdat ik terug moest naar Holland. Ik had misschien nog ouders. Mijn pleegmoeder wilde me graag bij zich houden, maar ja, er was nog een zuster van mijn vader over. Toen kwamen mijn oom en tante en hebben gezegd, Oké, wij willen hem adopteren. Ja, en die wilden toch wel graag dat die weinige Joodse kinderen die er nog waren, dat die hun Joodse opvoeding zouden krijgen. En daarom gingen we naar een kinderthuis. Er is geloof ik wel een dossier wat zo dik is van briefwisselingen tussen allerlei instanties over mij. Je komt alleen van de ene situatie in de andere situatie terecht. That's it. En daar heb je mee te dealen. Vragen zijn niet aan de orde. Nee. Je wordt een beetje als een pakketje, hè, van de een naar de ander. Zo is het ook gegaan. Had het voor uw leven verschil uitgemaakt als u een andere identiteit had gehad? Maar natuurlijk had dat een grote consequentie kunnen hebben. Want stel je voor,
Er was een andere situatie met andere omstandigheden. Misschien dichtstbijzijnde familieleden. Familieleden die met grotere kracht misschien mij dan hadden opgeëist. Misschien was er nog wel een ouder in leven geweest. Er was een totaal andere situatie. Had dan kunnen ontstaan, zonder dat ik daar weer wil uitspreken, dat mijn leven daar gelukkiger of anders beter was geworden. Daar kan ik mij niet over uitspreken. Maar dat het heel anders gelopen zou kunnen zijn, bij andere mensen, bij andere omstandigheden, dat had best gekund. Ik was echt, hoe noem je dat? Ik kon zomaar kinderen van de fiets aftrekken. En dat is eentje die had toen een kind de been gebroken. Daar heb ik vreselijk om gelachen. Weet je, het slechte wat toen in die tijd, wat wij toen hadden meegemaakt. Dat moest je ook doen. En volgens mij was dat het leven wat we leerden. Dat was je opvoeding. Dat slaan en dat... Ik kan me niet herinneren of ik geslagen ben of wat ook. Maar ik moest kinderen slaan. Ik was heel slecht. Dingen stelen. Vooral eten. Zeer, zeer, zeer gesloten. Zeer op jezelf. Zeer op jezelf levend. Of in jezelf levend. Überhaupt een persoon waar ontzettend moeilijk mee om te gaan is. En ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje gewoon... Losgeslagen persoonlijkheid. Ja, een klein wild beest wat helemaal getemd moet worden. Wat in het gereel gewacht moet worden. Overal waar een kruimel brood lag. We hadden honger. Iedereen had honger. In oktober 1945 ben ik naar Denemarken gestuurd. 3 maanden om aan te sterken. In Kopenhagen sliep ik met de dochter op 1 kamer. De zoon in een andere kamer. En wij kregen een appel voordat we gingen slapen. En op een avond hoort Hilde dus zo vreselijk veel lawaai in onze kamer. Dus die komt naar binnen rennen. En krankzinnig. En die zegt, wat is er in godesnaam aan de hand? En ik zeg, zij heeft een grotere appel dan ik. En even wachten. Krankzinnig. En ze heeft mij later verteld dat ze dus 6 maanden lang ervoor heeft gezorgd dat ik altijd het grootste stuk kreeg. Hoe was het voor u om op te groeien in die bergstichting? Vreselijk. Ik kan me er ook weinig leuke momenten van herinneren. Ik voelde me er niet prettig. Erg eenzaam, kan ik wel stellen. Ik geloof dat het de fijnste jaren van mijn leven waren, die 6 jaar in de Bergstichting. Een hele fijne tijd geweest. Je had allemaal dezelfde achtergrond. Je had allemaal wel iets meegemaakt. Dus... Al sprak je niet met elkaar, je begreep elkaar. Je wist dat kind ook geen ouders had. Dus je was al meteen bevriend, omdat ze dezelfde... Ze hadden die kinderen ook verlaten. Ik was iemand die heel graag uren in mijn eentje in de boomgaard zat. Te poeren in het water, met de wormen spelen en dat soort dingen. En gewoon maar zitten in de boomgaard... Ja, en je dan afvraagt als kind, waarom ben ik er nog wel en mijn ouders niet? Ik heb heel lang het grote waarom in mijn leven gehad, ja. Totdat ik erachter kwam dat het totaal geen nut had om dat waarom te hebben, toen heb ik het overboord gegooid. Het was dus een groot waarom. Waarom ik wel en zij niet? Je bent eigenlijk als kind helemaal niet blij... Je begrijpt het natuurlijk ook niet. Je bent helemaal niet blij dat je het hebt overleefd. Je hebt eigenlijk zoiets van, waarom ben ik ook niet weg?
Net zoals hun. Je wordt verlaten door je ouders. Je hebt vreselijke... Een vreselijke kwaad in je, hè? Dat je verlaten bent door iedereen, door je hele familie. Vroeger nam ik het mijn moeder kwalijk of zo, maar als ik nou als een volwassene terugdenk, hoe vermoeid zij had en hoeveel zij had doorgemaakt. En dan had ze 4 kinderen die bepaald niet makkelijk waren. En hoe ze toch ons alles zo goed mogelijk had opgevoed. Dan heeft ze toch een wonder volbracht. Dus ja, het was moeilijk. Het was erg moeilijk. Ik was erg ongelukkig thuis. Hoe moet ik het zeggen? Aan de andere kant kan ik niet die gevoelens opbrengen. Misschien. Tegenover mijn kinderen bijvoorbeeld. Tegenover mijn dochters. Die ouders wel hebben. Die met... die liefde van hun biologische ouders hebben ontvangen. En ik kom hier niet met verwijten, beslist niet. Maar nogmaals, door de moeilijkheden, door de omstandigheden, door alles. Liefde heb ik nooit ontvangen, maar dat kon ook niet. Ik bedoel, nogmaals, ik kom niet met verwijten, maar dat kan niet, godzo mogelijk. Mijn pleegouders waren gigantisch goed voor me, maar veel te goed. Ik werd in de grond verpest gewoon. Ik ga het maar populair zeggen gewoon. En dat is natuurlijk ook niet goed om je verdere leven zo te starten. Ergens, laat ik zeggen, 8, 49, 50. Ja, zoals dat ging, dan moet toch eens een keer met je gesproken worden. En dan word je netjes op een stoel gezet en dan wordt er heel erg ernstig met je gesproken. En toen hebben ze mij dus verteld... In het grote wat er gebeurd was. Waarop ik antwoordde en tot vandaag... dat strookt niet helemaal met hetgeen ik verteld heb tot nu toe. Maar mijn eerste antwoord was... en zelfs toen ze pas op de helft van hun uitleg waren van... oh, dat wist ik al lang. En daarmee heb ik ze toen de mond gesnoerd. Nogmaals, ik weet niet of ik het echt wist... of dat ik... hun de mond wilde snoeren. Misschien wilde ik het überhaupt niet horen. Misschien wilde ik alleen maar... dat zij dachten dat het inderdaad dat ik het al wist. Ik kan het zelfs niet zeggen, maar ik weet dat ik zei van... oh god, dat wist ik al lang. Er was voor mij niet zoveel ruimte. Zeker geen creatieve ruimte om met het verleden om te gaan... Eigenlijk werd ik helemaal opgeslokt om mij in te zetten om een nieuw leven op te bouwen steeds. Dat nam, ik denk, een hele hoop energie op. Daar was ik mee bezet. Ik denk dat ik een jaar of 5 was toen ik het hier en daar wat opgevangen had. Dat ik Joods was. Het was voor mijn pleegouders, wilden er niet over praten. En ik wilde er niet over praten, omdat ik merkte dat er wat bijzonders aan de hand was. Omdat ik wist dat veel emoties zou losmaken bij mijn pleegouders. Dus werd er niet over gesproken. Werd u op de een of andere manier Joods opgevoed? Nee, ik ben niet Joods opgevoed. Ik ben streng gereformeerd opgevoed. En heb in de gereformeerde leer alle disciplines doorlopen. Denkt u dat het gegeven dat uw ouders beide de oorlog hebben overleefd... van belang is geweest? Ja. Je bent niet meteen aan het zoeken en aan het kijken waar kom je vandaan. Ik heb mijn ouders gehad. Ik luister naar de verhalen die er zijn, die er komen. Ik heb ook niet zoveel behoefte gehad om mijn geschiedenis te achterhalen. Als wij, mijn tante en ik, in 1945 meteen naar die Ruistraat waren gegaan... had er misschien op zolder nog wel een doos foto's gelegen.
misschien. Maar 30 jaar later hoeft dat natuurlijk niet meer. Dus ik ging daar naartoe en dat was precies tegenover ons huis. En ik belde aan en ze deed de deur open en ik zei zo zonder nadenken... Woont u hier nog van voor de oorlog? Ja, dat is ook een beetje een koude regen krijg je. En toen schrok ze en toen riep ze de man. En toen zegt hij... Nee, het hoeft niet. En deed hij de deur dicht, maar ik zette mijn voet tussen de deur. Ik zeg, ik wil alleen iets vragen. Ik kom niet naar binnen, ik wil alleen iets vragen. Als u hier nog woont van voor de oorlog... of u de familie van West nog kan herinneren. Nou, toen werd de deur geopend... Kom alsjeblieft binnen. En inderdaad, ze zegt, ik zie jouw grootmoeder nog steeds... hoe ze de was buiten het raam hing. Dat ze altijd bezig was met koken en wassen. En haar dochter was een vriendinnetje van mijn oudste zusje. Dus die hebben dan dingen verteld. Maar goed, ze wisten ook niet veel. Maar zij had toen verteld hoe mijn broertje kwam, terug naar huis liep... En met mijn oma gelijk is opgepikt. Dat zagen hun door het raam. Maar veel kon ze ook niet vertellen. Maar goed, dat kleine beetje dat buiten het raam hangen, de was ophangen. Dat was voor mij al iets wat ik inzoog als iets van mijn achtergrond is van mij. Het blijkt dat mijn ouders zijn ondergedoken samen met hun beste vrienden. Die beste vrienden hadden ook 2 kinderen. Eigenlijk net zo'n beetje als mijn broer en ik in dezelfde leeftijd. Deze mensen hadden een fotoboek uit het onderduikadres. Voor het eerst, na 55 jaar, kwam ik een babyfoto tegen van mezelf. Ik denk dat... allemaal van ons die dus geen herinneringen hebben, die proberen nog uit te vinden wie wij zijn. En dat is misschien een bepaalde manier dat om alle details en de feiten zover als we kunnen uitvinden, die te vinden. Dat dan krijgt er weer een stukje van de puzzel wordt weer gezet. Want ik doe, anders weet je toch niet, je weet dus de basis niet van je eigen leven. Omdat je dus weg was. En geen mens dus over je weet wie jij was. En dus dat er is een honger. Er is een honger om dat te weten. Ik weet dat ik op het moment dat er bij mij sprake was van een scheiding... en dat mijn eerste vrouw... vond dat het afgelopen moest zijn. Dat heeft mij heel erg... dat heeft me heel erg gegrepen. Daar heb ik heel veel problemen mee gehad. Ja. En dan kijk je terug naar wat is er vroeger gebeurd. Waarom ben ik nou zo gevoelig daarover? En toen ben ik inderdaad op zoek gegaan van nou, wat is er vroeger gebeurd... ondergedoken, verraden, nou... Ja, toen heeft hij hier gepraat en een hele nachten hebben we niets gezegd, alleen maar laten praten hem. En dan hebben we verteld wat er gebeurd is. Voor zover jullie dat wisten, want wat er in die periode... Wat wij wisten, ja, natuurlijk. Van het verraad, Theresienstadt en weer terug gebeurd is, dat kan eigenlijk niemand mij vertellen. Want ik, en ik kan het zeker niet vertellen, want ik weet het gewoon niet. Je begrijpt de wereld niet, maar je begrijpt jezelf ook niet. En je bent met recht stukje voor stukje bezig om jezelf compleet te maken, als het ware. En ja, jezelf constant vragen aan het stellen. En je bent eigenlijk opnieuw bezig. Eigenlijk hebben de operaties dat veroorzaakt. Dat je de tijd krijgt om bij jezelf stil te staan en jezelf vragen te stellen en naar jezelf te gaan kijken. Ook dat.
12 jaar geleden, dus mijn vrouw is zich beginnen af te vragen, laten we zeggen 13 jaar geleden, van wie heeft een klein kind van 3-4 jaar oud in een kamp alleen iets te eten gegeven? Wie heeft voor een kind gezorgd? En zij is toen gaan zoeken en is in contact gekomen via met Beit Theresien, dus in de kibbutz Givat Chaim, waar wij überhaupt het bestaan niet vanaf wisten. En zijn we daar gaan informeren. Want ik wist, nogmaals, ik wist helemaal niet, ik wist zelfs niet waar Theresienstadt lag. Dit archief hier houdt in principe de kaarten, dus de hele kartotheek, van alle mensen die door Theresienstadt zijn gegaan. Het zij doorgestuurd zijn geworden naar diverse andere kampen en daar overleden zijn, het zij dus teruggekomen zijn. Dus dat zijn een stuk of 20 dozen van survivors. De rest zijn, is dus allemaal mensen dus die omgekomen zijn. Dit is dus mijn kaart van dit transport. Kinderen die hun achternaam niet wisten, die werden door de Duitsers automatisch ingeschreven als Israël. Als achternaam en uiteraard de voornaam wel. Hoe verklaart u dat de groep van de 51 kinderen het verblijf in Theresienstadt hebben kunnen overleven? Precies een week voordat de kinderen, deze 51 kinderen dus, in Theresienstadt aankwamen, is de laatste trein naar Auschwitz vertrokken. Na deze datum is er überhaupt geen trein meer, geen transport meer vanuit de Theresienstadt naar Auschwitz gegaan. Vandaar dus dat deze kinderen gespaard zijn gebleven. Als wij hier een maand eerder waren gekomen dan normaal, dan 20 november 1944, dan hadden wij nog met het volgende transport ook en bloc waarschijnlijk getransporteerd geworden naar Auschwitz. Nou, dat is zijn verklaringen van mijn, dat mijn moeder is overleden van het Rode Kruis. Dat is er. Nog één. Dit is van mijn oma. Kijk hoor. Ik doe dit allemaal omdat ik alles wil weten. Wat er te weten is, en dat is wel een hele tijd zo, maar die drang wordt eigenlijk al steeds groter. Ook met de druk dat me steeds meer realiseert dat de mensen die dan wat kunnen vertellen, ja, toch wel minimaal een jaar of 15, 16 ouder moeten zijn als ik. Dat verhoogt voor mij de druk om boven water te krijgen wat, hoe of wat nou iets gebeurd is en hoe ik nou daar doorheen gekomen ben. Wat heeft het weerzien met mevrouw Sturkop voor u betekend? Oh, dat was fantastisch om uiteindelijk tegen iemand dankje te kunnen zeggen voor alles dat ze gedaan hebben voor je in de oorlog. Ik bedoel, hoe vaak kan je dat nou doen na meer dan 55 jaar, dat je die kans krijgt? Ik ben opgepakt in september. Nee. Je bent doorgestuurd in september. In september opgepakt. Oh, je bent in september van 43 opgepakt. En in september van 44 doorgestuurd. En zeg, dus jij denkt dat er van september... Dus wanneer ben je bij de kinderen gekomen? In oktober of november? Wanneer? Want je werd september,
september aangekomen. Ik geloof 2 of 3 weken daarna. Eerst in Westerbork. Eerst in Westerbork. Ja. Kon ik al spreken? Ja, af en toe kreeg ik te horen mama. Anders was het zuster. Af en toe is tante. Nagelang dat je dus idee had. Ik kon je heel duidelijk maken wat je wou hebben. Mm-hmm. Dingen die ik je niet kon geven ook. Ja. Zeg, nee, lieve schat, ik heb het, ik kan niet. Maar ik moet zeggen, of het onder een zekere druk... Wij leefden onder een zekere druk. Wij, volwassenen. En gaven deze druk door aan de kinderen. De kinderen waren minder lastig dan kinderen die gewoon in een familie leven. Of het waren natuurlijk ook kinderen die ondergedoken waren. Hadden al een zekere... Hoe moet ik het uitleggen? Onafhankelijkheid? Of niet? Nee, niet onafhankelijkheid. Maar een zekere pressie. Druk. Op hun leven. Hadden al een zekere pressie op hun leven. Toen ik in het kinderhuis kwam, toen was jij er. Maar ik kwam pas in februari van 1944 in het kinderhuis. Ik moet me heel goed even herinneren dat. Zo lang geleden. Ja, nou, ik vraag alleen maar omdat we toch altijd proberen precies uit te zoeken. Ja, maar dat, moet ook... Ik vind het fantastisch hoeveel je kan herinneren, maar... Ik probeer ook zoveel mogelijk me dat te kunnen herinneren. Ja, natuurlijk. Ja. Ik wil me dat even herinneren. Ik ben dus in september aangekomen. Ja. Maar toen ik bij jou, toen ik in het kinderhuis kwam... Was ik daar al. Toen was jij er al. Dus maar dan moet dat toch wel een paar, toch veel later zijn geweest. Want ik kwam daar pas aan in februari van 1944. Dus er zou een half jaar verschil in zitten. Ja. Kijk, een leuk verhaal is het sowieso nooit. Maar dat is bekend. Ik bedoel, dat wist ik zelfs. En ik wist heel weinig van mijzelf. In die periode. De angst om dingen boven water te halen waar je dus van instort. Bij wijze van spreken. De angst om geconfronteerd te worden met een aantal feiten... Waar je verder dus niets meer mee kunt. Want het is geschiedenis. Kijk eens, alsjeblieft. Dank u wel. Ja. De Duitsers hebben achter elkaar een aantal transporten weggewerkt vanaf 1 september... Er bleven nog 500 mensen over in Westerbork om het kamp te ontmantelen. Nou, wat kunnen kinderen van 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaar helpen een kamp te ontmantelen? Nou, dat probeer ik dus uit te zoeken of daar documentatie over bestaat. Tot op heden heb ik dat niet gevonden. U vraagt zich af waarom deze groep kinderen... Ja. In september alsnog op transport is gesteld. Nee, ik vraag me af waarom ze überhaupt die kinderen in Westerbork hebben gelaten. Waarom die niet met het Auschwitz-transport op 1 september mee zijn gegaan. Toen had ik dus in dat artikel gelezen over mevrouw Wijsmuller. En dus vorig jaar ben ik dus ook nog daarover gaan vragen aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. En die gaven me daar zo een boek. Ik heb dus gelezen dat mevrouw Wijsmuller dus opgestapt is naar de commandant van de SS. En heeft gezegd, luister even.
We hebben al die tijd die pakketten gestuurd naar Westerbork met voedsel voor de kinderen. En nou ineens krijg ik de informatie dat ik geen meer pakketten moet sturen. En omdat jullie die kinderen gaan deporteren. En zegt ze, en weten jullie dan wel dat die kinderen, sommige van die kinderen, die zijn niet Joods helemaal. Dit zijn kinderen van Nederlandse meisjes die met Duitse soldaten zijn geweest en die dus zwanger geworden was. En de Nederlandse illegaliteit heeft die kinderen daar weggehaald en ondergebracht. En ondergedoken, net zoals als de Joodse kinderen. Dus moet je je realiseren dat als je die kinderen dan doodmaakt, dat misschien Duitse kinderen kunnen zijn. En dat schijnbaar, dat volgens het verhaal, heeft hij dat geloofd. Want hij zei dat hij er verder door zou zoeken. En ze zouden wel over horen. Ik had er altijd een beetje, totdat ik die Wijsmuller gelezen had, dacht ik altijd dat klonk veel te fantastisch. Maar ik heb geen andere uitleg ooit gehad, dus ik weet niet wat ervan te denken. Ik neem aan dat toch wel iets geloofd hadden. Anders waarom hadden ze ons dan in het leven gelaten? Ik heb geen andere uitleg, dus in de absentie daarvan geloof ik dat dan. Ik heb hem nog niet ontmoet. Nee, ook nog niet. Ja, Hans, beetje verwarrend. Het is nu Benjamin aandacht. Ja. Maar hier onder Fred. Oké, onbekende jongen. Ben jij een 43 geboren? Ja, nu zijn er twee Freddy's. Heb ik bij de documentatie. Ja. Dus waarschijnlijk ben ik deze niet. Waar is de Freddy en ik denk misschien dat helemaal dan niet op staat. Want er was een Freddy uit 43. Klopt. En uit 42. Er staan twee Freddy's op één van die lijsten. Ja, maar er zijn. Er zijn ook twee lijsten. En de ene, er zijn in ieder geval. Was het misschien Daddy en dan zat hier? Nee, Freddy. Waar is dan die andere dan? Ja, er zijn ook weer twee Freddy's hier. Geen. Ja. En dan ben jij dus. Klopt de geboorte. Maar, klopt dit op? Hier niet helemaal. Ja. Klopt de geboortedatum. Bij iedereen is dat ook verkeerd. Mijn datum klopt helemaal. Ja. Wat aten de kinderen in Bergen-Belsen? Knolletjes. Nee. Ja, dat zeg jij nou, maar weet ik niet. Vraag het niet even. Hetzelfde wat de anderen kregen. Wat kregen we toen te eten? Wat was er? Soms alleen maar soep. Was er papsmorgens? Of iets gewoon, alleen maar soep en dat dreef af en toe een aardappeltje in. Ja, kreeg hetzelfde wat iedereen. Hetzelfde wat iedereen dus kreeg. Ja, dat denk ik ook. Vonden we dat lekker? Nee, natuurlijk niet. Ze hadden de stro in de veewagen gelegd. Daar stonden van die lage tafels, maar dan lange. En allemaal bankjes, zodat de kinderen konden zitten. En we hadden grote melkbussen met melk en water. En we hadden van die grote wasmanden, zoals je wel kent, waar zo'n deksel open gaat, die rieten manden, met pakjes brood. Dus zo zijn we weggegaan. En ze zeiden tegen ons, jullie gooien alles maar uit de trein wat vuil is, dat geeft niet. Jullie komen in zo'n goed voortzoekslager. We wisten veel wat een concentratiekamp was.
Hans had het idee om hier naartoe te gaan. En heel intuïtief zei ik meteen ja. Terwijl ik me later pas realiseerde waar ik ja op had gezegd. Het wordt als een magneet, word je eigenlijk over het randje getrokken. Om het te ervaren wat je dan zelf nauwelijks weet. En je probeert dan toch dingen te weten te komen. Die Kinder mussten aber ab dem Alter von 3 Jahren auch am Appell teilnehmen. Und zwar unabhängig davon, wie lange dieser Appell dauerte, was für ein Wetter war und so weiter. Und auch wenn der Appell 2 oder 3 Stunden dauerte, bei -8 Grad und Schnee, spielte das keine Rolle. Der Appell fand statt und die Kinder mussten genauso daran teilnehmen. Die Tatsache, dass über die Identität, und das heißt ja auch die jüdische Identität, dieser Kinder nichts Sicheres bekannt war, ist zunächst einmal ein Schutz für diese Kinder gewesen. Deswegen sind sie nach Bergen-Belsen gekommen, dann nach Theresienstadt gekommen, weil man nicht das Risiko seitens der SS eingehen wollte, diese Kinder in Lager zu deportieren, wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach umgekommen wären. Toen ik buiten ging lopen, toen gingen mijn knieën raar doen, alsof ik door mijn knieën zakte. En een onwel gevoel. En het gekke was, 2 uur daarna, ja, toen trok dat gevoel weg en was het van, nou, het is best prettig om hier even buiten te wandelen. Dat is zo'n raar gebeuren eigenlijk. Het ene moment voel je je lichamelijk naar en het andere moment heb je zoiets van, nou, laat het maar los. Het is oké. Es gibt kein einziges Konzentrationslager, dessen Aktenbestand komplett erhalten ist. Es hat zumindest überall Teilvernichtungen gegeben. Und das gilt auch für die Quellen, etwas abgekürzt gesagt, der Zentrale in Berlin. Auch da hat man versucht, und man wusste ja warum, so viele Quellen zu vernichten wie möglich. Weil natürlich diese ganzen Quellen auch Belege waren für den Umfang der Verbrechen. Und im Übrigen ist das ja auch einer der Gründe gewesen für diese zahllosen sogenannten Evakuierungstransporte gegen Kriegsende. Man wollte so wenig lebende Häftlinge wie möglich in die Hände der Alliierten fallen lassen, weil natürlich jeder Häftling, der überlebte, auch ein Zeuge war. Je hebt er geen beeld van. En ook als je hier bent, is er nog steeds geen beeld. Maar je voelt des te meer. Je voelt dat hier heel veel gebeurd is op deze plek. Maar je ogen zien eigenlijk niks. Ik was veel met mijn broertje. Die zorgde voor je. Ik heb heel vaak dat ik denk dat hij nog leeft. En denk ik altijd, nou, misschien heeft dit kind zoveel meegemaakt dat hij zijn geheugen kwijt is geraakt. Of dat hij bij andere mensen ergens zit en niets meer kan herinneren van zijn familie. En het is altijd bij me gebleven. Het is nooit dat ik echt heb gezegd van, hij is niet meer, hoewel ik het op papier heb of zo. Maar ik kan het moeilijk geloven. Het is niet. Ik denk dat het van hem het enige is echt wat ik heel erg vind. En het is ook altijd dat ik zoek. Ja, ik moest eventjes wachten. Het is echt hoe hij is de enige waar ik altijd echt naar terug verlang. Niet naar mijn ouders of niet. Hij was de enige die ik echt, waar we altijd samen mee waren. Hij zorgt altijd voor, tenminste wat ik nog denk, wat ik nog kan herinneren, dat hij altijd met mij was, altijd
Altijd liep we hand in hand en als ik iets nodig had, hij was er altijd. En terwijl hij toch echt, hoe oud was hij nog? 8 jaar. En hij is echt de enige waar ik altijd ook in de bus, als ik in de bus of in waar ik ook ben, altijd even kijken. Misschien zie ik iemand die op hem lijkt. Maar hoe oud was het kind? Nou, ik kan toch een kind zoeken van 8 jaar die op hem lijkt. Ik zou eigenlijk niet specifiek iets willen weten meer. De waaroms blijven. Ik bedoel, het feit al dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren, is voor mij al één groot waarom. Waarom heeft dat kunnen gebeuren? Het is onvoorstelbaar. Onbegrijpelijk. En zodra je antwoorden hebt gekregen, zit daar weer een volgende waarom. Dat blijft doorgaan. Thank you.